Schrijver Suzanne Smit schrijft niet alleen boeken, ze leest er ook tientallen per week. Als ambassadeur van het nieuwe Boekspot deelt zij de nieuwste boeken met ons vanaf haar favoriete leesplekken in Amsterdam. Hoe heerlijk is het om een boekwinkel af en toe binnen te wandelen. Voor de boeken die je zoekt natuurlijk, maar ook de boeken die gewoon aan je aandacht zijn ontsnapt. Dat je denkt, ja, die wil ik ook. De aanrader van deze week is Ik ben, ik ben, ik ben van Maggie O'Farrell, een memoir. Het begint als Maggie als 18-jarig over een bergpad loopt en voelt hoe ze wordt achterna gezeten door een man die het duidelijk op haar gemunt heeft. En je leest hoe ze de spanning aanvoelt komen, hoe ze hoopt dat ze het mis heeft en hoe ze toch uiteindelijk wordt aangevallen, maar weet te ontkomen. En de rest van het boek gaat over al die momenten, 17 om precies te zijn, waarop haar leven in gevaar was. Dus een kinderziekte, een bevalling in een onderbezet ziekenhuis. En al die keren rekt ze eigenlijk het moment helemaal uit en loopt ze er een beetje omheen, beschrijft ze het minutieus. En daardoor is het heel dwingend en vitaal. Het is echt een verslavende leeservaring. Juist omdat ze zo goed in het moment kruipt. En wij dus ook. Barbara van Beukering, jarenlang hoofdredacteur van Parool, die schreef Kruip nooit achter een geranium. En na 28 jaar fulltime werken nam ze een sabbatical. En ze schrijft werk weg, kinderen het huis uit, ouders dood. En wat nu? Dus met die vraag zit ze. En ze beseft eigenlijk dat ze haar identiteit voor een groot deel aan haar werk en haar ouderschap heeft ontleend altijd. Ze besluit een aantal vrouwen te vragen voor de lunch. Vrouwen die ze bewondert, zoals Nelly Kroes, Hedy Dancona, Ans Marcus. En ze stelt ze de vraag, hoe word ik oud zoals jij? Vertel het me. En daar komen hele leuke dingen uit. Maar wat ik misschien nog wel leuker vind, is dat ze ook verhaalt over haar traditionele grootmoeder en de geëmancipeerde moeder en de activistische dochter. Het is een heel sterk en vrolijk en feministisch boek geworden. Net zoals de vrouwen die erin staan. Aukje Holtrop schreef Henriette van Eyck, vrouw tussen vier mannen. Het is een biografie van Henriette van Eyck die in de jaren 30, 40, 50 en 60 bestsellers schreef. En nu is ze bijna vergeten. Dus Holtrop besloot een biografie over haar te schrijven. Om haar succes, maar ook om haar bewogen leven. Bewogen door de Tweede Wereldoorlog, want haar man kwam gebroken uit een concentratiekamp en ze zat zelf in het verzet. Maar ook door de liefde, want dat huwelijk dat hield geen stand en ze kreeg een relatie met Simon Vestdijk die haar ook weer verliet. Nou, Aukje Holtrop die volgt nauwkeurig al die gebeurtenissen, maar ze kruipt niet echt onder de huid van die Henriette. Dus we komen niet te weten wie zij nou echt is. Ze houdt afstand en daardoor blijft Henriette een vrouw die van alles het beste maakt. Al deze boeken zijn makkelijk online te bestellen bij Boekspot. En wil je kans maken op de boeken die Suzanne tipt? Ga dan naar onze site.